De 23 OVC-dingen is een verzameling van 23 lessen over hoe je in het onderwijs slim gebruik kunt maken van het web. Leraren en leerlingen worden zo samen mediawijzer. Elke les gaat over een bepaalde webapplicatie. In 5 video's worden de 23 lessen behandeld. Deze aflevering gaat over informatievaardigheden en veilig internetten. Daar horen de volgende OVC-dingen bij. Auteursrecht en plagiaat en veiligheid en privacy op het web. Leerlingen maken hier op school een profielwerkstuk. Dat werkstuk dat maken ze in groepjes. Ze kiezen daar een begeleider bij en het werkstuk wordt meerdere keren doorgenomen en uiteindelijk rolt er een eindconcept uit. En dat sturen ze in. Dat sturen ze niet zomaar in, maar dat sturen ze in via het programma Ephorus. Ephorus is een online scanprogramma en scant het hele werkstuk op plagiaat. Ik vind het soms best wel lastig om te bepalen wat je wil en niet mag gebruiken, want het staat ook nooit bij. En van Wikipedia, ik ga er meestal wel van uit dat je het gewoon mag gebruiken, maar ja, dat weet je nooit in van zulke sites. Nou, is het zo dat internet heel veel mooie kansen heeft en kansen biedt, alleen er zijn ook wel problemen op het internet met internetpesten. Misschien heb je er zelf al eens iets aan gemerkt dat je werd gepest. Misschien heb je er wel eens per ongeluk of expres aan meegedaan. Maar daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Niet elke leerling is zich even goed bewust van de gevaren van internet. En ik zie het ook als mijn taak als docent om leerlingen daarin te helpen. In mentorlessen maken we gebruik van filmpjes waarbij je ziet dat er ook wel cyberpesten plaatsvindt. En niet elke leerling staat daarbij stil. Wat plaats je wel op internet en wat niet? En als je dan iets op internet plaatst, wat schrijf je er dan bij? Denk aan je vakantiefoto's of aan foto's van een feestje. Deel dus niet zomaar alles op internet. Ja, dat zijn wel zaken, daar moeten we als docenten, daar moeten we als school, als instituut, moeten we daarmee bezig. Wat is volgens jou een manier om dat tegen te gaan? Gewoon negeren. Gewoon negeren. En is dat moeilijk? Ja. Ja? Gewoon alleen echte vrienden toevoegen op Hijs of op Skype of wat dan ook. Ja. Dan kunnen ze je ook niet pesten. Heel belangrijk. Want het gebeurt ook wel eens dat er kinderen in eenzelfde klas worden gepest. Vinden jullie het ook de verantwoordelijkheid van school dat we daar op letten? Of is het alleen je eigen verantwoordelijkheid? Ik ben ooit gehackt op mijn Hotmail-account. En daar krijg je dan ook heel veel spam op. Soms lukt het om op te kijken en zie ik alleen maar spam. En ik open het ook maar niet, want zometeen krijg je dan wel een virus. Ja, ik heb ook vaak van spelletjes tot er wordt neergezet van ja, je kan dit gratis winnen en zo. Maar dat klik ik ook meestal niet aan. Want ja, ik heb nog nooit een virus gehad, maar ik wil het wel graag voorkomen. Ja, ik ben wel voorzichtiger geworden, want soms worden er ook dingen via jouw account geplaatst. Een andere tip die we leerlingen ook geven is, maak een ander e-mailadres aan en gebruik dat nou op websites waar je e-mailadres moet invullen. En zorg ervoor dat je je echte, je eigen privé-mailadres dus ook gebruikt voor de communicatie met vrienden, met docenten en met familieleden.